Holy mess van Dutch Gaming en leuk dat je weer kijkt naar In Sound Mind. We gaan door met waar we gebleven zijn en dat is in de toren en dat we hier een flare hebben. Dus ja, laten we hem even gaan kijken wat we moeten gaan doen. Zo. En beneden. Ik wil nou eigenlijk terug. Ik wil even kijken of we misschien nog iets kunnen vinden aan eten of iets anders. Ik denk niet echt dat we nog iets zullen gaan vinden hier, maar wie weet. Kijk, een busje. En 5 HP. Dus wijs kiezen op dit moment. Oké, dat was maf. Glad to see it's still good. Dus veel naakjes. Okay. Maar wel is hij wel dat hij de wie ze deed was om een landmijnen nog neer te leggen. Like wat een hek. Je ziet hier verder ook niks terug erover, dus dat is best wel vreemd. En misschien dat ik ze moeten hacken. Hey, kon ik die landmijnen hacken? Hier werden we opgejaagd, dus toen hebben we niet echt veel aandacht kunnen geven aan wat hier lag. Is hier misschien ook af te leiden met die pillen? Dat hebben we eigenlijk nog niet echt geprobeerd, moet ik zeggen. Want er liggen elke keer van die pillen op de grond. Misschien ja, ik denk misschien om dat op te lossen, maar misschien kunnen we ook iets met hem mee daarmee doen. Dat gaan we uitproberen nu. Gaan er op af.
Looks like a useful shortcut. Heel niks, jammer. Ligt hier zo te knetteren. Auw. Waarom staat dit ding onder stroom, jongen? Oké, we hebben weer een pil voor health. Oké, we hebben dus 10 HP erbij. Nou, we hebben wat HP erbij. En we zijn terug bij af. Wat snackies. Moeten we misschien nog bij de boswachtershut nog wat? From the other side. Nothing. Nou, tenminste wat health erbij. Maar ja, we moeten dus naar de flare toe en daar naartoe. En ik weet zeker dat die robot ons op staat te wachten. Dat weet ik 100% zeker. Lucas had all Lucas fragments deep in the forest. He was a sniper, a damn good one too. Taught me to shoot like a pro. Okay. Radio man, always had a thing for electronics. Kept my gear in good shape and picked up a few neat mods and tricks along the way. Zijn er nog meer van deze berichten? Ik heb hem niet eerder voorbij zien komen toen we hier langs liepen. Voordat ik daarheen ga, wil ik even dubbel checken of hier nog wat ligt. Our company was on an expedition behind enemy lines when we walked right into an ambush. You know what's scarier than death staring you in the face? Death staring at you from behind. Those crafty bastards got us when we weren't looking, and I had a radio-shaped target on my back.
Okay. The pit. I need something to open this. Over my head, I took cover and called in air support. We soon heard a low flying jet above us and then felt something in the air. We thought, okay, maybe we got sprayed with one of those damn herbicides, but it turned out to be something far more mind-blowing. What was it then? Vertel me, what was it? We hebben die, we hebben er denk ik nu 4 gehad. 3. Als we deze meenemen, is het 4. The next thing I knew, we weren't fighting the enemy no more. We were fighting nightmares. Giants with horrid spotlights for heads. Mud-like creatures slithering across the ground. Terrible beasts that tore my friends apart. In my despair, I climbed up a tree to get away from it all. Misschien is dat ook wat we moeten doen, maar... Nog meer pillen. Ik denk niet dat we verder hoeven te zoeken daarvoor. Mijn vraag gaat eerder worden van wat moet ik nu doen? Want als ik hierheen loop, krijg ik sowieso die robot in mijn nek. Ground mines. Hopelijk komt hij nu niet achter ons aan. Raditor zit daar maar. Oh fuck. Oké, hij is aan het zoeken.
Oh. Ain't. Okay, loop nu daar, dus dat scheelt ons. Een paar minuten. Heb je nog een... Nice, we kunnen om mee. Ik weet echt niet waar ik heen moet nu, want ik hoor wat blauws. Oké. Oh, is het misschien een verstopplek? Ik kan niet dat veel ammo. Zit hier letterlijk. Nice. Ik weet dat er een groen ding zit, maar ik wil het eigenlijk nu niet riskeren om iets te laten gebeuren. En we lopen nu ook weer een herinnering in, denk ik. Wat? Die heb ik nog niet eerder voorbij zien komen. Glad to see it's still good. Dude. Normaal werken deze dingen het even. Hè? Oké. Dat was behoorlijk intens. Weet je, we geven leven te geven.
hier nog in een postdeel nog iets. Beter, veel beter dit. Misschien op een bankje nog hoor, maar... sluit er niks uit, want ik wil echt het hele terrein verkend hebben. Hier, krijg ik nog meer. Oké, we zijn nu bij de kerk. Top. Maar, lieve mensen, ik ga het hier weer laten. Hopelijk vond je deze video leuk. Beloon natuurlijk met een blauw duimpje omhoog op deze video. Als je dat niet hebt gedaan, druk de abonneerknop in en de belnotificatie aan om u te weten te blijven van de laatste en de beste video's op mijn kanaal. En zoals altijd, keep it you, keep it that. En tot de volgende keer. Later!